welkom vandaag in deze eendenkooi. Speciaal welkom aan drie bijzondere gasten die het herstelprojecten gefinancierd hebben. We hebben vijf mensen die een rondleiding gaan geven, dus we gaan in kleine groepjes. En dan kunt u het allemaal met eigen ogen aanschouwen en het verhaal ook horen. De grote beugels die daar horen te zitten, die moeten we nog maken. Dat is eiwitrijk voedsel waar die jonge eendjes behoefte aan hebben. En op zo'n grote plas is dat niet. Ja. En die vangpijpen die nog niet klaar zijn, worden die larixen gebruikt als boog. Dus eigenlijk het eerste wat wij in het eerste half jaar moesten doen was slopen. Zie je hier geen oude foto van? Ja, hier. Alles van voor naar achter, de drie vier terug en dan. Deze eendenkooi in zo'n omgeving, ja, dat vind je eigenlijk bijna nergens meer. En als ik geweten had dat je dan zulke mooie uitstapjes krijgt aangeboden, nou, dan had ik er nog veel enthousiaster voor geweest. Want het is inderdaad wel iets heel unieks wat we vandaag te zien hebben gekregen. Als je ziet op de foto's hoe het was en wat het nu geworden is, dan kun je alleen maar zeggen fantastisch werk. Wat heeft ertoe geleid dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft om jou de zilveren baanstijl uit te reiken? Ja, dat mag. Een van de laatste projecten voor van het herstelproject was dat we ook een boekje mochten maken. Dus dat ging ik tegen de gemeente vertellen als eigenaar van die eendenkooi. En die zei op een gegeven moment, Bart, als jij het nou allemaal zo goed weet hoe dat met die eendenkooi moet, maak lekker zelf een plan. En nu wordt het eenden niet meer gevangen voor in de pan, maar we vangen ze dus nu enkel om te ringen. Dan kunnen we dus kijken waar ze staan. Hij is fantastisch fraai opgeknapt natuurlijk. Dus hulde aan alle vrijwilligers die daar menig uurtje in hebben zitten. Ik zou tegen heel veel mensen willen zeggen van, het is een prachtige eendenkooi. Ga er gewoon eens een keer kijken, want het is, zeker in het voorjaar zijn er op elke zaterdag zijn er bijna rondleidingen. En het is echt de moeite waard.